Welkom lieve kijkers, welkom lieve schorpioenen en crosswatchers. Dit is jullie reading, de reading voor begin januari. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé readingen, coaching, begeleiding, rijke healingen, al dan niet met kristallen, dankjewel daarvoor. Maar ook natuurlijk ontzettend dank voor iedereen die mij vanaf het prille begin heeft ondersteund. Dankjewel, zonder jullie steun kon ik dit niet doen, ben door jullie enorm gegroeid. Alle nieuwe mensen, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Voor vandaag, voor onze schorpioenen, de tea leaves, daar begin ik mee. En dan de Tarot der Goden. Vandaag voor jullie de seleniet neergezet, de rozenkwarts en de engelenkwarts. En ook de zoutsteen aangestoken, kaars. Ik hoop dat dat een beetje te zien is. We gaan zo beginnen. Middelste stapeltje mag ik gebruiken voor jullie. Hoeveel kaarten? 3 hoor ik. Liggen ze allemaal goed? Dus 1 rechts en 2 op zijn kop. De hond. Je krijgt, je wordt beschermd door een krachtige vriend. Kan zijn dat dat iemand is, echt een wezenlijke vriend of iemand uit de zielenwereld. Erkenning, die krijg je op dit moment nog niet. Misschien dat je dat wel graag wenst. En deze vriendschap of die bescherming, dat is iemand van het andere geslacht. Dus als jij een man bent, dan is dit een vrouw. En als jij een vrouw bent, dan is dit een man. Oké. Mogen wij nog meer weten over die bescherming van die trouwe vriend? Het is geen huisdier, hoor ik. Kan natuurlijk ook, hè. Jij krijgt die bescherming van die krachtige vriend om jou te helpen helen. Zodat je krachtig genoeg bent om uiteindelijk een bepaalde last van je af te doen, laten, gaan. Geen idee waarom ik zo spreek. En dan hebben we hier de koning en de koningin van zwaarden. Als jij geheeld bent, dan kan jij openlijk over die zware last gaan communiceren met jouw evenwichtige partner. Je equal counterpart, hoor ik. Je divine partner. Mannelijke en vrouwelijke energie, zoals ik al zei. De vrouwelijke energie die wordt beschermd. Niet door deze persoon, maar door iemand anders. En die is dusdanig krachtig dat deze persoon jouw helings stuurt.
Ik mag met deze stapel verder gaan. Mag ik nog meer weten? Dus je zou in theorie te maken kunnen hebben met een luchtteken, want het zijn allemaal zwaarden. Dus dat kan zijn een tweeling, een weegschaal of een waterman. Het kan ook zijn dat je iemand bent die heel veel in het hoofd zit. Of dat je met een luchtteken te maken hebt. Ja, als jij weer terug in je element bent, weer in balans bent, dan kan je je pad verder vervolgen. Het kan goed zijn dat je op dit moment erg vermoeid bent, weinig energie. Normaal ben je misschien iemand die het doorpakt. En misschien heb je al wat tijd vrijgemaakt. Of misschien heb je al geprobeerd om je energie een beetje bij te tanken. Maar dat was niet voldoende, vandaar dat deze loyale persoon jou die healing stuurt. Dat gebeurt energetisch. Die koning van zwaarden. Die voelt veel voor jou. Die ziet ook toekomst met jou, heel veel voorspoed, wensen die uitkomen met die 9 van kelken. En die gaat jou een aanbod doen, kan beginnen met een klein berichtje om te peilen hoe de zaken ervoor staan. Kan zijn dat jullie al langer geen contact hebben gehad. Of dat er even een pauze is geweest door de feestdagen. En nu die achter de rug zijn, komt daar een bericht. Misschien wel een gelukkig nieuwjaar of zo. En dan komt er een aanbod. En dan is het aan jou om daar goed over na te denken van wil ik op dat aanbod ingaan? Is dat aanbod mij waardig? Is dat een aanbod waarin ik kan groeien en bloeien? Of zit ik niet op dezelfde frequentie als die persoon? Ik mag wederom deze stapel gebruiken. Dus iemand hoopt dat je op dat aanbod ingaat. Staan te popelen, hoor ik. We geven jou de kans om helemaal terug in je element te komen. Zodat je er klaar voor bent voor het nieuwe avontuur. Die koning van zwaarden voelt heel veel liefde voor jou. En uiteindelijk ga je het aanbod aanvaarden omdat je ziet dat het iemand is die graag met jou wil samenwerken. Dat kan zijn in deze connectie, maar dat kan ook zijn op zakelijk gebied dat je een aanbod krijgt. Maar ik zie hier toch wel heel veel liefde liggen. Die 9 van kelken en die 2 van kelken en dan die 4 van staven. En je gaat ervoor. Je kan te maken hebben dus met een luchtteken, zoals ik al zei. Je kan ook te maken hebben met een ram specifiek. Dus dat is een vuurteken. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, lieve schorpioen, dan mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel weer voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.